Dat laten we maar eerst. Rusland. Daar zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering. Ze protesteren tegen de fraude bij de parlementsverkiezingen begin december. De demonstranten eisen nieuwe verkiezingen. Ze denken dat er op grote schaal is gesjoemeld door de regerende partij van president Medvedev en premier Poetin. За честные выборы, за тот голос, который украли, в том числе и у меня украли. Просто те люди, которых выбрали от Единой России, я полагаю, совершенно нелегитимны. То есть они своровали фактически голоса у тех людей, которые за них не голосовали. De verkiezingen zijn gewonnen door Poetins partij Verenigd Rusland. Die verloor wel zijn absolute meerderheid in de Duma, het Russische parlement. De leden van de oppositie zijn woedend op de premier. Почему они игнорируют мнение народа? Потому что главный пахан Путин рвется к власти. Bij een andere demonstratie in Sint-Petersburg is een aantal betogers opgepakt. Correspondent Olaf Koens over die demonstranten. Wat deze mensen willen is geen revolutie. Ze gaan niet morgen de straat op met hooivorken om Poetin uit het Kremlin te jagen. Ze willen verandering. Ze willen hervormingen. Ze willen dat Rusland een normaal land wordt en ze willen eerlijke verkiezingen. Wat bijzonder is dat de oppositie voor het eerst durft na te denken over een Rusland zonder Poetin. Hey, hoe kunnen ze het zelf beter? Wat kunnen ze veranderen? Wat moet er op korte termijn gaat gebeuren? Dat is bijzonder en op die manier, ja, deze beweging is eigenlijk niet langer te negeren. Zij correspondent Olaf Koens in Moskou. Op onze site geeft hij antwoord op vier belangrijke vragen over die betogingen. Kijkt u op rtlnieuws.nl.